Welkom bij het tweede item over de aankoop van Microsoft van Activision Blizzard. Het is een bombshell. Waar waren jullie toen dit bekend werd gemaakt? Poeh. Dit is zo'n moment. Denk hoor. Ik weet het Tom namelijk. Gooide het in de groep. Tom gooide het in de groep en ik kon het niet geloven in eerste instantie. Oh, ik weet het wel. Ja, ik was aan het werk en ik zat midden in een livestream en ik keek op mijn telefoon en ik zag dat appie. Ja. Wow. Maar ik was toen met andere dingen. Was je meteen overtuigd van, oh ja, vet. Ik had zoiets van, nee, dat kan niet. Weet je waarom ik zei, nee, kan niet? 70 miljard. Weet je wel, die Bethesda-overname was 7. Ja. En dan had ik echt zoiets van, oh my god, wat vet. Dit was 70, tuurlijk niet, man. Ik dacht, tuurlijk niet. Nee, ik denk omdat ik deels met mijn hoofd ergens anders zat, dat ik soort van wel overtuigd was van, oh, oké. Okay. En toen ging ik weer verder met werk. Ik dacht van, oh wacht even, holy shit. Dit is wel een dingetje. Ja, voor mij was het echt, ik dacht in eerste instantie, dit is gewoon nieuws wat Xbox fanboys verzinnen. Xbox. Ja. Ik weet nog wel dat ik was net de studio aan het afbreken. En toen zag ik inderdaad die appjes van Tom. Maar volgens mij zat ik ook even op Twitter te kijken. Een van de twee. En ik dacht eigenlijk hetzelfde als Koos. Van, ja, natuurlijk joh, weet je wel. En in de eerste instantie was het ook nog niet bekend. Het was meer een soort van rumor. Het was binnen 10 minuten aan ons antwoord. En bam. En in één keer kwam Microsoft ook met de officiële aankondiging. Ja. Ik dacht van, fuck, dat was wel... Ja, knap dat het niet gelekt is van tevoren. Nee, want je hebt de piepshow natuurlijk waarschijnlijk al bekeken. Dit speelde al rond... Pak een beetje oktober. Oktober, november is Activision op zoek gegaan naar een koper. Oké. Okay. Omdat zij het gevoel hadden... Het loopt niet. Het bedrijf loopt sowieso niet lekker. Aan de ene kant heb je natuurlijk die hele harassment shit. En dan heb je Blizzard met al die games worden uitgesteld. En het feit dat Call of Duty... Activision heeft alleen maar ingezet op Call of Duty. Ja. De rest hebben ze allemaal weggedaan. En op een gegeven moment... is de rek eruit. Ze hebben Warzone. Ze hebben nu een volledige game. En je ziet dat beide nu in spelers achteruit gaan. En ze dachten, fuck, wat moeten we nu gaan doen? Want je moet altijd maar meer verkopen voor die aandeelhouders. Ja. En toen dachten ze, fuck, we moeten nu gewoon gaan verkopen. Ja, want ze denken gewoon dat ze tijd niet meer kunnen keren dan op dat moment of zo? Ja, maar ze moeten nieuwe games gaan maken. En het probleem is dat ze dus ook nog eens een keer dat hele harassment probleem hebben. Dus de talenten die willen daar niet meer werken. Ja, hoe ga je nu nieuwe games maken om toch die aandeelhouders tevreden houden die meer en meer en meer willen? En dus hadden ze iets van, oké, dan kunnen we maar één ding doen. En dat is een partner zoeken of in de verkoop gaan. EA heeft het geprobeerd. Die heeft al naar gekeken. En Microsoft eigenlijk meteen, bam, is er bovenop gevlogen. En zeker, knap, ze hebben het geheim gehouden. Terwijl ze hebben bakken stront de afgelopen maanden over ze heen gehad. Ja, en Bobby Kotick mocht niet zeggen, ja jongens, wacht maar. We hebben binnenkort een sterke partner. Komt allemaal goed. Nou ja, je zei, het speelde sinds oktober. Oktober, november was wel een soort van de piek van de shitshow die Activision heet momenteel. Nee, absoluut. En daarom vind ik het interessant om met jullie nou eens te gaan kijken. Hè, bij de piepshow hebben we dat hele zakelijke gekeken. Maar vooral qua gaming. Wat gaat dit voor gevolgen hebben? Want het kan natuurlijk alle kanten op. Zo'n gigantische merge heeft gaming nog nooit gezien. Het hoogste was 12,7 van Zynga door Take-Two. 70 miljard. Vind je Activision 70 miljard waard qua games? Want dat vind ik vreemd. Qua franchise het wel. Ja? Want, ja, tuurlijk. Ja. Call of Duty is voor echt de mainstream gamer, denk ik, samen met sportgames zoals FIFA. Weet je, dat is wat ze spelen. Okay. Dat is verreweg het grootste publiek. Warzone, gigantisch succes natuurlijk ook. En ze hebben World of Warcraft. En Blizzard. Ja. Wat juist weer heel erg de hardcore gamer. Dus ze hebben... De mainstream gamer en de hardcore gamer, allebei afgedekt met allebei teringharde IP's. En ze hebben King, vergeet heel veel mensen, met Candy Crush. Oh, misschien wel de... Nee, maar dat moet je echt niet onderschatten. Nee, dat is huge. Ja, ik wou dat zeggen. Ze hebben dus heel veel en dat moeten ze nu gaan inpassen in Microsoft Game Studios. Vanaf 2023 tot die tijd, hè, dan, dat is het einde boekjaar, dan is die deal dan helemaal rond. Tot die tijd is Activision nog... independent, dan moet het gaan inschuiven. Bethesda wordt er ingeschuiven, dan nu Activision Blizzard met 10.000 medewerkers. Dat is huge. En ik ben gewoon heel benieuwd waar dit toe leidt. Want laat ik beginnen met Phil Spencer. Ik heb de man wel steeds hoger zitten en die roept nu ook vrij snel al van... Heel eerlijk, hij is het wel aan het waarmaken. Hè? Gewoon een paar jaar geleden hadden we nog zoiets van...
een heleboel praatjes. En ja, ja, het klinkt allemaal mooi, maar dit jaar moet je het laten zien. En elk jaar bleef dat een beetje... ja, een beetje, ja, maar ja, elk jaar dat hij het gaat laten zien, dat komt pas tot uiting in jaren daarna. Hè? Maar ook nu is het nog steeds, oké, vet, maar we moeten nog steeds wachten. Ja, maar dat geldt alle studio's die ze eventueel, die ze aangekocht hebben en eventueel nog aankopen, die kunnen niet vanaf dag één hun waarde tonen. Nee, 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 daarom. Dus maar dat, deze studio dus wel. Ja, maar Overwatch 2 komt eraan, ja, Diablo 4 komt eraan, de nieuwe Call of Duty komt eraan voor volgend jaar. Nou, dan zal het nog niet exclusief hebben, daar ga ik straks met jullie over hebben. Maar kijk, het is natuurlijk voor hem wel makkelijk lullen. Hij heeft een hele dikke portemonnee. Ja. Dat maakt het wel makkelijk. Het is een beetje als, hè, met, analogie naar sport, de Real Madrids en de Chelsea's van deze wereld. Of misschien wel Paris Saint-Germain, maakt niet uit. Ze kopen Messi en Mbappé, dat doet hij nu ook. Ik zeg altijd Mbappé, dat vind ik wel leuk. Maar mijn vraag is van, ja, hij kwam meteen al met het verhaal van Call of Duty snap ik, World of Warcraft snap ik, maar het lijkt me ook leuk om Hexen weer terug te brengen. Het lijkt me leuk om Guitar Hero weer terug te brengen. Al die oude titels van Activision waar ze niks meer doet. De creativiteit is uit Activision weggeramd. Door Call of Duty, want ze zagen zoveel geld daar dat ze gewoon volledig dat pad hebben ingeslagen en alle zijspoortjes hebben weggetimmerd. Denk jij dat Phil Spencer, die toch duidelijk, en Microsoft, die toch wel duidelijk meer vrijheid geeft aan developers, die creativiteit weer aanwakkert. Je mag ook eens een keer iets maken wat niet per definitie goed hoeft te scoren, want je hebt Game Pass. En ja, ik wil zeggen, niet alles hoeft voor €60 verkocht te worden. Dat is heel belangrijk. Denk je dat bij Blizzard, want ook Blizzard is een dode pier aan het worden. Talent wil er niet meer naartoe. Ze krijgen hun games niet op tijd. Dat je het gevoel hebt van, hey, er gaat weer wat gebeuren met die partijen, ja, binnen een paar jaar. 100%. Absoluut. Ja. Weet je, World of Warcraft, weet je, vooral ook onder developers, volgens mij ook, tenminste degene die wij altijd tegenkomen, is het altijd wel een soort van holy grail. En ik denk dat je nu met frisse zin daar weer zou kunnen werken, omdat nu Microsoft erboven hangt. En Microsoft natuurlijk een hele andere bedrijfscultuur heeft dan Activision. Ja, toch ben ik wel, hè, en dan zonder al te veel dan weer op de zakelijke kant van de piepshow in te gaan, toch ben ik dan wel benieuwd in hoeverre puur en alleen het feit dat Microsoft er aan het roer is, zorgt voor een complete verandering van werkcultuur, werksfeer, werkstijl, hoe zij hun games maken. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat misschien niet alles een full price triple A titel hoeft te zijn, maar wie zegt dat jouw manager die 3 jaar geleden had niet zich nog steeds hetzelfde gedraagt of nog steeds hetzelfde van je verwacht of nog steeds wil dat jij een game maakt die het grootste mogelijke publiek aanspreekt? Het ding is, ik heb het idee, Microsoft begrijpt de gamers. Dat weten we nu al jaren. Want inderdaad, wat we zeggen, Phil Spencer zegt altijd de juiste dingen. Ja? En of het nou al gelijk uitkomt, ja of nee, dat is een ander verhaal. Wat hij zegt, daarmee geeft hij wel altijd aan dat ze de gamers snappen. Ja. En daarmee is het dus ook van, dat is al zo'n enorme omslag dat je daardoor dus ook nieuwe oude IP's gaat oprakelen en dergelijke. Waardoor je dus niet continu alleen maar blind in je cubicle Call of Duty ieder jaar zit te maken. Nee, hopelijk niet. Er is kijk, 70 miljard is echt ongelooflijk veel geld. Dat verdien je gewoon niet op de korte termijn terug. Wat draait een Activision Blizzard als omzet? Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ze hebben volgens mij maken ze wel honderden miljoenen winst per jaar. Okay. Nou, het is natuurlijk ook niet alleen dat. Hè. Het is ook meer mensen moeten richting Game Pass getrokken worden. Dus dat twee spelingen. Helemaal aan het begin van Game Pass hebben we ooit een keer een rekensommetje met elkaar gemaakt van, als je om Game Pass succesvol te maken, moet er eigenlijk elk kwartaal moet er een AAA komen. Ja. En eigenlijk elke maand moet er 1 of 2 interessante kleinere titels zijn. Weet je wel, vanuit de first party, als je dat doet, hè, dan krijg je het Netflix-model. Elke maand is er weer wat te doen. Ja. Je hebt een maand om het uit te spelen en dan staat het volgende weer klaar. Het voordeel van, ze hebben nu 23 studio's hadden ze en dan hebben ze Bethesda erbij. Zijn er een stuk of 4, 5. Hier hebben ze weer, ze hebben straks 30+ studio's. Ja, maar niet alle Bethesda-studio's, niet alle Xbox-studio's zijn AAA. Nee, maar precies. Studios. Dus ze kunnen nu bijvoorbeeld zeggen, het gerucht gaat nu bijvoorbeeld dat Call of Duty mogelijk nu niet meer jaarlijks wordt. Want het hoeft nu niet. Ze kunnen nu ook zeggen van, nee, maar het gaat om mensen naar de Game Pass te trekken en niet zozeer om full price te verkopen. Nee, dat snap Activision ik. Maar dat. Maar dat verwacht ik niet. Nee? Simpelweg omdat ook de Call of Duty spelers dat eigenlijk wel eisen. Zeg maar, die zijn dat komen te verwachten. Ik denk alleen,
Dat lijkt me logischer, om heel eerlijk te zijn. Dat je gewoon bij in Warzone zelf, ga je gewoon ook een Call of Duty multiplayer module krijgen. Waar je ook gewoon je team deathmatch hebt. En al die normale multiplayer modi die je hebt in een single release Call of Duty. En dat dan de jaarlijkse Call of Duty alleen nog maar een single player campaign is. Dat zou mij logisch lijken. Ze kunnen nu op de Game Pass ook dingen uit elkaar trekken. Ja, dus dan kan je veel meer resources echt zetten naar een vette singleplayer campaign. Ook al is die maar 5-6 uur of tot 10, whatever. Kan je daar veel meer resources op zetten. Dat echt goed uitwerken. En de multiplayer, dat is gewoon de free-to-play Warzone. Maar, dus ook een beetje richting Halo Infinite. Denkend vanuit toch de manager die wil dat een game zoveel mogelijk verkoopt. En wetend dat... een goede singleplayer of een goede campaign in een Call of Duty wordt altijd gewaardeerd. Ja. Maar 99,9% van de spelers die stapt na 2 uurtjes singleplayer. Ik denk sinds Warzone niet meer. Ik zie het nog steeds ook als ik op Twitch kijk. Als mensen Call of Duty streamen, multiplayer, is het Warzone en niet Vanguard. Echt totaal niet. Ja, heeft dat niet ook met Vanguard te maken? Ja, daarom maar omdat de interesse in multiplayer shooter van Call of Duty steeds minder wordt. Maar denk je niet, hè? Ik bedoel, Microsoft kan echt out of the box denken. Die kan nu ook zeggen van oké, je hebt Warzone, de multiplayer en we trekken het helemaal uit elkaar. Die singleplayer, dat wordt gewoon een singleplayer van 5-6 uur en die komt op dag X gewoon op Game Pass. Ja. Ik weet zeker, nu spelen er maar, weet ik veel, een paar miljoen mensen die volledige game kopen, die spelen die singleplayer misschien. Ik denk dat vrijwel... meer dan de helft of meer van de mensen die een Game Pass abonnement heeft, de singleplayer gaat spelen. Wat het natuurlijk ook weer interessanter maakt voor de mensen die het maken. Ja. Want die hebben nu het idee van, ja, ik zit hier nu een singleplayer te maken die niemand speelt, weet je wel? Nee, het wordt sowieso veel gespeeld dan. Dat is één ding. Precies, wat denken, dat vind ik heel interessant. Het model wordt gewoon totaal anders en Activision zit vast aan, het moet gewoon full price in de winkel, anders verdienen we niet goed geld. Hetzelfde probleem heeft PlayStation. Want daar wil ik nu naartoe. De opmerkelijke opmerking van Phil Spencer, dat hij zegt niet wat hij bij Bethesda wel heeft gezegd. Hij denkt erover na of Call of Duty wel misschien multiplatform, want hij respecteert dat wel, dat het een multiplatform game is. Hij respecteert vooral zijn portemonnee, want als je heel simpel kijkt, ik bedoel, zij zijn nu gewoon bezig met de rekensom A. Levert het meer op als wij Call of Duty naar Game Pass brengen, exclusief met alle gevolgen van dien, hopelijk dus dan voor hun de spelers die van PlayStation overstappen naar het Xbox platform. Dat is bijna een retorische vraag. Of B, gaan we, en dit is dan een beetje een vooringenomen vraag, maar oké, B, gaan we al die miljoenen PlayStation spelers die toch in de loop der jaren vrij... Dat zeg, 150 miljoen PlayStation spelers kan je niet negeren. Nee, en dat ga je ook niet doen. En zeg dat 1/5 daarvan een Call of Duty koopt op de PlayStation. Ik zeg maar wat, ik weet niet hoe die getallen zitten, maar goed. Nee, maar ik zeg 150 miljoen omdat ze meerdere franchises hebben. Ja, oké, maar in ieder geval potentiële afstand maken. Ga je die allemaal mislopen in de hoop dat die mensen die Call of Duty spelen op de PlayStation nu over gaan stappen naar Xbox? Nou, nee, kijk, heel zakelijk gezien, hij mag het nu niet zeggen, want hij is nu nog niet de eigenaar. Dus hij kan ook helemaal niet zeggen van het is vanaf 2023 exclusief. Het kan ook zo zijn, er zijn ook een aantal mensen, ze gaan dit als leverage gebruiken om de Game Pass op de PlayStation te krijgen. Nee, ook niet. Nee. Ik denk simpelweg dat ze niet eens heel erg geïnteresseerd zijn in Game Pass. Ik denk dat Microsoft gewoon heeft van, je hoeft niet op onze console te spelen, je hoeft niet Game Pass te nemen, we willen alleen gewoon dat je onze games koopt. En of jij daar 70 euro voor neerlegt, of dat je daar een vast abonnement voor betaalt, of een Xbox koopt, of een PC, of Xbox games op de PlayStation speelt, dan bedoel ik niet Game Pass, maar gewoon Call of Duty dus, bijvoorbeeld. Vinden ze allemaal prima. Is Call of Duty dan de enige titel die er even uit wordt gehaald? Dus dat bijvoorbeeld de Blizzard-titels wel, net als Bethesda, op een gegeven moment gewoon platform-exclusief zijn? Console-exclusief? Ik weet niet. Ze kiezen gewoon strategisch. Ja, daarom. Ik denk dat in mindere mate is dat voor een Overwatch het geval. Die zal ongetwijfeld op de PlayStation, van de consoles en op de PlayStation ook, denk ik, het populairst. Ik durf het niet te zeggen. Ik weet niet waar het op gebaseerd is, maar maar Overwatch was bij launch heel erg populair. Maar laten we het hebben over World of Warcraft. Kijk, PlayStation heeft een exclusieve MMO Final Fantasy XIV. Xbox heeft daar niks om tegenover te zetten. Dus als we bijvoorbeeld al iets exclusiefs zouden maken, dan lijkt het mij heel logisch. World of Warcraft naar de console, exclusief voor Xbox. Maar lekker crossplay met PC, kan allemaal prima. Denk je dat als het omgekeerd was, Sony had Blizzard Activision gekocht, dat zij
ook maar één moment hadden nagedacht om die game hadden ze meteen bij de Xbox weggehaald. Maar wel PC uitgebracht. Want dat is precies wat ze tuurlijk, doen. Tuurlijk, omdat PC is een beetje het malle kindje altijd voor allebei. Van dat vinden we niet een echte bedreiging. Maar ja, waar ik mijn vraagtekens andersom, bij zet. Maar goed. Voor PlayStation zou er niet veel te winnen zijn als zij hem dan op multiplatform uitbrengen. Want die... Ik zeg maar wat, die moeten 2 miljoen spelers bij de Xbox weg zien te trekken. Maar andersom, Xbox moet bij de PlayStation een Call of Duty community van 30 miljoen man weg zien te trekken. Ja, maar daarom... Ja, weet je, dan kan je beter die community in stand houden. Ik zou het raar vinden als het hun toch niet om het geld gaat. Want ze pakken gewoon mega verlies. Ze hebben echt een toekomstbeeld van... Oké, dan moet je van een paar jaar door de zure appel heen bijten. Mm-hmm. Want ik bedoel... Ik ben ook van mening, het gaat hier niet eindigen. Ja, maar, ik heb gekeken naar het lijstje van wat al die partijen kosten. Ik bedoel, ik geloof dat EA was het duurste met 31 miljard of zo. Dan denk ik van, ja, bedoel, what the fuck, weet je. Als Care was geloof ik 10. Trek je poepel op, ja. Ja, dat bedoel ik van, als 70 miljard al geen probleem is, dan is dat het ook niet, weet je. Waar eindigt dit? Is dit een klap dan voor PlayStation? Natuurlijk. Ontzettend. Ja. Alleen al qua perceptie. Het feit dat je weet dat... de grootste of de op één na grootste uitgever partij die er is, zonder enige moeite wordt opgekocht, dan kan PlayStation nu denken van oké, letterlijk elke studio, elke uitgever waarmee wij samenwerken, zou binnenkort wel eens van Microsoft kunnen. En heel simpel, Phil Spencer gaat ook, kijk, ik zie heel veel mensen, Phil Spencer heeft een statement achtergelaten op Twitter over multiplatform en dergelijke. En ik zie heel veel mensen, ja, maar dit kan je op die manier interpreteren, en dit kan je op die manier interpreteren, en dit kan je op die manier interpreteren. Dat klopt, omdat hij nooit heel hard gaat zeggen, deze komt wel multiplatform, deze niet. Weet je waarom? Omdat het juist heel erg onzeker houden. Ja, nee. Dat trekt mensen naar Xbox. Dat is waar. Want als jij dan €500 hebt om stuk te slaan, ga je dan een PlayStation kopen en dan hopen dat Call of Duty er naartoe komt? Of een Xbox kopen en weten dat Call of Duty naartoe komt? Maar bij Bethesda heeft hij het gezegd inmiddels. Sorry? Bij Bethesda heeft hij het gezegd. Bij Starfield, Elder Scrolls, die worden gewoon console-exclusief. Wat ik wel grappig vind, kijk, wij spelen eigenlijk alles. We hebben al die consoles, dus voor ons maakt het aan zich niet zo uit. Zakelijk gezien zeggen we van holy shit. Maar het is jammer dat je nou door corona niet kan voetballen. Want jouw voetbalteam, of misschien jouw voetbalteam, dat zijn de Call of Duty spelers, bij wijze van spreken. Ja. Weet je, de casual gamers. Ja. Ik ben ongelooflijk benieuwd van wat vinden die mensen van de move. Die zijn in paniek. Ja, die stellen nu wel heel, heel hard de vraag. Opeens een Xbox. Kan ik Call of Duty straks nog wel op PlayStation spelen? Ja. En dan moet ik degene die zijn die zegt van... Nou ja, ik zou er in eerste instantie van uitgaan dat dat nog wel kan. Als het echt niet kan, dan zien we tegen die tijd wel weer. Dan kopen jullie lekker een PC, jongens. Okay. Ja, de PC is wel echt een lachende derde in dit hele verhaal tussen die battle tussen Xbox en PlayStation. Zouden ze het ook daarom voor een deel gedaan hebben, de shock value? Want ze hadden natuurlijk ook, weet ik veel, Ubisoft kunnen kopen, veel minder duur. Ja. Maar Call of Duty en FIFA, dat zijn die twee titels. En bij EA heb je ook nog Madden, waarbij je in één keer die casual game van... Holy fuck, moet ik nu een sending Xbox kopen? Message, die shock value is denk ik wel een ding. Want inderdaad... ook al hebben ze best wel wat aankoop gedaan. Bethesda is natuurlijk was al huge, weet je wel. En toch leek het er nog steeds op dat heel veel mensen PlayStation 5 prefereren. Gewoon, ik denk vanwege een track record wat betreft exclusives. En ik had toen voor de launch van Next Gen had ik een polletje online gegooid. Welke wil je? PlayStation 5 of Xbox? Als je nu gewoon €500 nu in de winkel kan halen. Toen was het 70% PlayStation 5, 30% Xbox. Ik heb nu net, gelijk na die Activision Blizzard, had ik weer een polletje opgegooid. Van, ja. Als je nu €500 mocht uitkiezen, en dus niet de mensen die al eentje hebben, wat zou je nu kopen? PlayStation of Xbox? En heeft acquisitie een rol gespeeld? En het was maar 65-35. Nog steeds voor PlayStation 5. Ja. Dus wauw, dat vond ik wel verrassend. Ja, ik denk dat... kijk, Call of Duty is natuurlijk sowieso binnen onze doelgroep wel een game die niet heel veel mensen meer spelen. Warzone is free-to-play. Ik denk dat bijvoorbeeld Blizzard nu, straks als die met games komen, wat ze nu niet doen, dat meer impact gaat hebben. Ik denk dat het totaalplaatje wordt natuurlijk steeds bruter. En dat vind ik wel interessant. Want
Wat je gaat krijgen is natuurlijk ook hoe meer van dit soort bedrijven zich aantrekken, hoe meer bedrijven er ook bij willen zijn, dat Ubisoft denkt, oh fuck, die Game Pass, dat wordt wel zo belachelijk. Ik moet daar met mijn games ook dan vanaf dag 1 bij, weet je. Wat ze hier en daar dus doen. Exact. Extraction, Rainbow Six Extraction staat nu op Game Pass. Denk je dan op een gegeven moment, is er een moment dat het fanboy gedrag wat je altijd hebt, van ja, maar, en die ik nu ook nog wel proef, hoor, van ja, maar PlayStation is heilig. Ik heb al altijd PlayStation gehad, dus fuck dan maar Call of Duty. Er komt een moment, net als met Netflix, dat je omgaat. Ik heb ook heel lang gezegd, ik hoef geen Netflix. Ik kan toch televisie kijken en een filmpje downloaden. En op een gegeven moment dacht ik, fucking hell, zoveel aanbod. En zo makkelijk. Fuck shit. Ja, zo makkelijk. Ik doe het. Dat moment ga je op een gegeven moment natuurlijk ook krijgen. Nou, dan maar gewoon heel simpel. Weet je, als jij een verstokte Call of Duty speler bent. Mm-hmm. Dan weet je, ik ga nu al €60 of ik koop de deluxe editions voor €100 bij wijze van. Dat geef ik al €100 per jaar uit aan Call of Duty. Nou, maak het rekensommetje maar. Als ik Game Pass neem, plus alle andere fucking games die erop staan. Ja, sorry. Als je dan nog blijft vasthouden aan PlayStation, omdat je altijd PlayStation hebt gehad, dan ben je gewoon die van je eigen portemonnee. Ja, maar het is natuurlijk ook meer dan dat. Hè? Ik bedoel, heel veel mensen. Kijk, als jij niet per se een Call of Duty speler bent, maar hem wel eens koopt. Nee, ik heb wel overstokte. Ja, oké. Okay, ja, de harde kern inderdaad. Maar de net iets minder harde kern, die zal buiten Call of Duty om nog steeds zoiets hebben van ja, oké, stel je voor, ik wil nu Call of Duty spelen. Hè? En mocht hij dus op de Xbox komen alleen. Al mijn vrienden, ja, de ene speelt vooral FIFA en God of War, zeg maar wat. Dus die heeft een PlayStation. De andere speelt een of andere multiplatform titel en iets anders groots. Maar nog steeds de tendens in alle groepen is, oké, we hebben een PlayStation. Ja, dan blijf je die peer pressure houden. Ja, tuurlijk. Ja, is ook zo. Maar ja, ook om heel eerlijk te zijn, niemand hoeft zich daar zorgen over te maken. Want wat ik ook al zei bij Brief van Maandag. Als ze Call of Duty niet multiplatform uitbrengen, dan is een godsgeschenk eigenlijk aan PlayStation. Wat je geeft PlayStation de ruimte ineens om een shooter te introduceren, à la Call of Duty, wat heel erg populair is, gewoon een Modern Warfare shooter uitbrengen. En zodra je dat multiplatform doet, dan heb je de upper hand. Ja, want stel je voor, 20-25% van je Call of Duty community stapt over naar Xbox, heb je nog steeds driekwart ervan over. Maar je geeft PlayStation echt, je legt de bal op de penalty stip om dan zelf met een shooter te komen en die wel PC, Xbox en PlayStation uit te brengen. En dan heb je gelijk een netwerkeffect. Ja, maar deze kan ik tegen iedereen spelen op PlayStation, Xbox en PC en crossplay. Dus dat gaat niet gebeuren. Nee. Denken jullie dat ze nu, echt vanaf het moment dat het idee kwam van, hij heeft nog niks met zekerheid gezegd, maar misschien wordt Call of Duty wel exclusief voor Xbox. Dat ze vanaf dat moment hebben gezegd van oké, wij gaan vanaf dit moment werken met het concept van een shooter van dat niveau. Maar dat is niet zo makkelijk. Ze hebben de studio's, dan moeten ze iets kopen, want ze hebben die studio's niet. En dat is een beetje het probleem waar PlayStation nu in zit. Ook zo'n journalist, die gaf al een hele sterke analogie. PlayStation gaat langzamerhand, misschien wel gedwongen, de kant van Nintendo. Namelijk een first party super games maker. Met een eigen console. Maar en Nintendo bewijst dat helemaal dat prima kan. Maar laat me het anders stellen dan. Hè? Stel dat PlayStation dat niet doet. Dan leggen ze nog steeds de bal op de penalty stip voor EA. Want dan laten ze gewoon Respawn Entertainment een shooter maken die wel multiplatform is. Nee, dat is waar. Misschien dus Call of Duty is eigenlijk te groot om exclusief te maken. Dan schiet je jezelf mee in de voet. Ten eerste loop je sales mis van PlayStation, wat potentieel 150 miljoen gebruikers zijn. Ja. En of je geeft een andere uitgever een kans. En het voorstel wat je doet naar de consument toe van hey, je mag hem overal spelen. Alleen PlayStation wil de Game Pass niet. Dus dan moet je €70 betalen. Je mag hem ook bij de Xbox spelen of de PC. Dan kost die feitelijk niks. Behalve een abonnement van €50. Dat moet hun argument zijn om mensen naar Xbox te trekken. Is dat ook het feit dat die game niet exact, op PlayStation komt? Exact. Is dat ook iets wat de casual gamer, dus jouw voetbalteam, die €45 die ze uitsparen, dat wordt dan toch wel interessant? Ja, 100%. Nou ja, maar zo is het bij Netflix. Dat geld wat je dan aan een game uit zou geven, daar krijg je nu een bibliotheek van 250 plus games voor. Dus. Ja, maar precies hoe jij dat Netflix verhaal hebt doorlopen, zo gaat het ook met Game Pass gebeuren. Ja. Gewoon, dat wordt zo ontzettend mainstream dat iedereen in zoiets heeft, ja, je bent gek als je het niet doet. Waarom zou ik nog voor €60 een game kopen? Ja. Wat natuurlijk ook kan, want
trek ik weer even een lijntje naar sport toe. Dat op een gegeven moment, hè, zo'n Paris Saint-Germain, wat dan op een gegeven moment zoveel geld heeft, dat ze niet alleen Mbappé hebben, maar ze hebben ook nog Neymar en dan kopen ze ook nog een keer Messi erbij. Dat op een gegeven moment, dat heb ik dan, dat ik denk, oké, ik vind er geen hol meer aan. Jullie kopen gewoon, jullie kopen de markt. Ja, maar jij vindt, kijk, dit is het ding. Jij vindt er geen hol aan en ik vind het geen hol aan, omdat jij voor PSV bent en ik voor Ajax. Maar ik denk dat heel veel Parijzenaren zoiets hebben. Wat? Mbappé, Messi en Neymar en Matip? Ja, weet, nou, jij hebt me ook wel eens gezegd van op een gegeven moment als, bedoel, Ajax heeft de neiging nu ook om steeds groter te worden, want ze de Champions League steeds halen. Op een gegeven moment wordt je nationale competitie gewoon niet meer leuk. Nee. Dat is zonde. En maar los daarvan. Ja. Kijk, het ding is, dat is in gaming anders. Want bij gaming is het gewoon, De ervaring is nog steeds vet. Het gaat om de ervaring. Het kan ook de gunfactor zijn. Hè? En Microsoft heeft natuurlijk, ik voel heel erg weer, dus ze hebben dit met Explorer gedaan. Weet je, hebben ze op een gegeven moment ook gewoon, je was net, de meerderheid was Netscape. Op een gegeven moment ging Microsoft gewoon volledig Explorer. Je kon het eigenlijk niet meer kopen, weet je wel. Hup, uit de markt gebeukt. Dat doen ze nu hier ook. De Amazon-tactiek, weet je wel. Elk ander winkeltje, online winkeltje, wat er is, beuken ze er gewoon helemaal uit. 70 miljard is natuurlijk gewoon zoveel geld. Ik hou heel erg van Nintendo in die zin. Het is altijd creativiteit. Ja. PlayStation vind ik wat minder, omdat ze ook wel gekocht hebben. Ze hebben periodes gehad dat ze ook gewoon alles naar ze toe haalden. Microsoft, het mooie was van Phil Spencer tot nu toe, dat ze het heel erg met hun eigen studio's deden. Kleine studiotje erbij, nog een studiotje erbij. En nu één keer, bam, Bethesda. Hartseflats, Activision. Wie weet over 4-5 maanden wel, huppakee, Rockstar er ook bij, weet je. Je koopt de markt. Ja, maar kijk, het probleem wat op de loer ligt, is dat ze op een gegeven moment zo groot worden, dat PlayStation geen echte concurrent meer is. Mm-hmm. En zodra dat het geval is, dan loopt de kwaliteit direct zo hard terug van videogames. Echt meteen, echt direct. En dat is het gevaarlijke. Ja, en dan heb ik dan de hoop dat PlayStation alleen maar harder gaat inzetten op exclusive, die wel van een dusdanig niveau zijn. Ja, maar ze kunnen toch niet meer anders? Zeker niet. Maar ja, ga ervoor. Ik denk dat jij gelijk hebt. Ik denk dat PlayStation heel erg de Nintendo kant op aan het gaan is. Ja, voor mensen is dat een no-brainer, weet je wel. Ja, is goed. Altijd de Switch erbij hebben. Ook al komen daar niet alle grote multiplatform games op. Moet hem hebben voor alleen al deze drie franchises. Ja. En dat hebben we bij PlayStation ook. We weten natuurlijk niet of ze in paniek zijn daar bij PlayStation. Tuurlijk. Maar tuurlijk wel. Moeten zij... Die zien twee multiplatform titels uit hun handen glippen. Dat is waar. Oké, okay. Je kan nu twee dingen doen. Of je bent trots op wat je maakt en je zegt, oké, goed, die Red Race, die kunnen we echt niet meer halen, maar we gaan het met eigen talent doen. En dan, wie weet, winnen we het wel, want je ook zelfs Paris Saint-Germain kan verliezen. Of ze gaan in paniek toch ook 15 miljard uitgeven om Square binnen te hengelen. Waarbij wel duidelijk is gesteld, Microsoft kan gewoon een verlies van 70 miljard is wel heel veel geld, maar in principe, zij lachen erom, want zij doen niks anders binnen dat totaalbedrijf. Daar doen ze weer een aankoop. Oh, werkt niet. Huppakee, wegschrijven. Weet je. Sony kan dat niet. Sony kan niet zeggen 15 miljard. Oké, dagen, doei, we doen iets anders. Dus het moet in één keer succesvol zijn. Dat maakt het zo scary. Wat jij vindt dat ze, of jullie vinden, ze moeten die Nintendo kant op. Trots zijn op wat je maakt. Ik wil niet zeggen, ze moeten die Nintendo kant op. Als in, ze gaan zichzelf niet meer zien als concurrent van het grote Xbox. En ze varen hun eigen koers. Dat deden ze toch al. Ja. Maar nog steeds wel ook multiplatform minded. Want ze weten donders goed dat momenteel gewoon heel veel van de multiplatform titels gewoon nog steeds op de console dan heren en meester zijn op PlayStation. Maar mis je dan gewoon die mainstream market op een gegeven moment niet? Nou kijk, één ding waar PlayStation echt zoveel malen beter is dan Xbox, is gewoon branding. Mm-hmm, en zeker? Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom PlayStation zo populair is. Branding zijn ze zo fucking on point mee. En sorry, misschien is niet iedereen ermee eens. Xbox is op dit moment nog steeds dat jongetje in de klas dat gewoon door iedereen heel erg aardig gevonden wil worden. En dan iedereen maar gratis dingen meegeeft. En dit en dat. En op een gegeven moment geeft hij je zoveel vette shit dat je zoiets hebt. Ja, ik kan er niet omheen. Maar talent opleiden is vele malen cooler dan talent kopen. Ja, maar daar komen uiteindelijk de gamer die gewoon een vette game wil spelen. Dat boeit dat niet. Maar dat is het grappige. Hè? Ik bedoel, er is niemand die Amazon een cool bedrijf, bij wijze van spreken, vindt. Nee, en iedereen gebruikt het. Maar iedereen gebruikt de bol.com. Niemand gaat met een bol.com een shirtje lopen. Maar iedereen koopt dan, want het is goedkoop. Is dat dan ook, ja, ik vind dat zo gevaarlijk, omdat Microsoft kan dan een beetje dat klinische bedrijf worden. Ja, nou ja, goed, het is zo'n vette aanbieding, ik doe het wel.
Maar ik ben eigenlijk diep van binnen een PlayStation-fan of een Nintendo-fan. Terwijl, denk ik, Phil Spencer zo graag zou willen dat je een Xbox-fan bent. Ja, en ja, natuurlijk zijn er wel Xbox-fans. Maar zeg maar, die passie die mensen hebben voor PlayStation-exclusives, die mis ik nog steeds een beetje bij Xbox. En weet je, natuurlijk, je hebt de Forza's en je hebt de Halo's. En mensen die hand met hand en tand alles beschermen natuurlijk, van beide kanten. Maar... Ja, dat hoort ook zo. Dat vind ik ook wel leuk, enerzijds. Maar... Denk je dat veel dat gevoel bij gamers, dat gevoel van, oké, we weten dat je veel geld hebt, maar... je doet het ook om gaming weer naar voren te brengen. Dat hij daarom ook duidt van, ik wil Hexen weer terug. Ik wil Guitar Hero weer terug. Nou ja, als hij erin slaagt van, ik ga niet alleen maar inzetten op Call of Duty en World of Warcraft. Wat elke spreadsheet manager had. Nou, maar ik denk dat heel veel mensen alleen al dit idee. En vooral hoeveel mensen je ook die hoop ziet uitspreken van, oh, Microsoft, Xbox... Ze gaan World of Warcraft fixen. Ze gaan Call of Duty fixen. Ze gaan Blizzard fixen. Ja. Het is ook aan hun om te laten zien dat zij een gamebedrijf zijn. Niet een groot geldconglomeraat. Niet de grote boze man die met een zak geld staat te zwaaien in de ene naar de andere studio opkocht. Ze zijn nu ook maar echt een divisie, hè? Ja, maar binnen Microsoft. Maar groot. Echt de partij die zegt van, kom, oké, we willen zwaar voor heel veel geld... Kom bij ons, wij sluiten jullie in onze armen en we gaan er samen een veel beter gamebedrijf van maken. Ja. En dat is een beetje de boodschap die ze uit probeert te brengen nu. Ook als inderdaad Phil Spencer zijn hoop uitspreekt over bepaalde wat meer niche franchises weer terug te halen. En het is gewoon aan hun om dat de komende jaren te laten zien. Weet je, kom met die kleinere titels die ooit heel geliefd waren. Geef mensen de kans om met een beetje artsy-fartsy kleinere games, misschien die AAA-titels te komen. Ja. Wat het voordeel is wel van Microsoft, ik heb wel oprecht het idee dat daar wel echte gamers werken. Ja, ja, ja. ja weet ja. je, van Phil Spencer... twijfelt bijvoorbeeld ook niemand over of dat een echte gamer. Major Nelson. En ze weten ook precies die titels te noemen. En natuurlijk, dat kan heel erg slim branding zijn. Want ze hebben natuurlijk ook miljoenen te besteden. En hele divisies die daaraan werken om daarmee aan de slag te gaan. Maar ze weten wel altijd precies... de gamer dingen te zeggen voor gamers die... Hun PR is wel beter geworden, want het was vroeger altijd... Het kan ook heel koud kunnen maar doen. Maar ik wil zeggen, ze weten precies de juiste dingen te zeggen... Ja. Alleen nog niet op een coole manier. Het voelt soms geforceerd. Ja, maar bij PlayStation heb ik nooit het idee van... Jim Ryan? Ja, dat zie je meteen. Dat is een echte gamer, weet je wel? Die houdt van... Die kan je alle gouden pareltjes uit het verleden opnoemen... en precies vertellen welke franchise nu heel erg komen. Nee, dat idee heb ik nooit. Zelfs Mark Cerny. Die wel echt een fucking nerd is. Dus heb ik ook nog niet eens dat idee erbij. Nee. Terwijl het natuurlijk wel zo is. Maar ze doen dat toch anders. Ja, spannende tijden dus. Laat het even weten in de comments. Wat vond jij van de koop? Call of Duty wel of niet exclusief binnenkort? En wat kan PlayStation gaan doen in de toekomst? Moeten ze die strijd aan met Microsoft en dus maar gaan kopen om ook groter te worden? Of... word gewoon een soort van Nintendo. Zorg gewoon dat je elk jaar 3, 4, 5 kwalitatief hoogstaande eigen titels hebt. Met daarnaast wat third-party games. En dan is dat ook prima om misschien dan niet 150, 200 miljoen consoles te kopen. Maar misschien wat minder. Maar toch heel succesvol te zijn. Laat het even weten in de comments.